Fijn dat je weer kijkt naar Autorij TV. Dit keer richten wij de camera op de nieuwe Volkswagen Polo. En als je nou denkt, het is eigenlijk bijna een Golf, dan heb je gelijk. De voorzijde heeft dus ook eigenlijk diezelfde vormgeving gekregen als de Golf. Ook zoals trouwens bij andere Volkswagen modellen. En een van de kenmerken is EQ Light Matrix LED verlichting met een verlichte LED strip tussen de koplampen. En hier bij de Polo, je mist eigenlijk nog een lijntje hier. Het zou heel mooi zijn als dat ook er zou zijn, want nu kijk je wat direct op de radiator. Maar ja, dat maakt ook precies het verschil tussen een Golf en een Polo. Het formaat van de Polo is eigenlijk in de loop der jaren alleen maar groter geworden. De eerste generatie kwam in 1975. Dat was echt een heel compact model, nog gebaseerd op de Audi 50, toen een soort budget Audi. Volkswagen wilde ook een dergelijk model hebben, dat werd de Polo. Maar als je dan kijkt naar deze generatie, die is zelfs groter dan de eerste Golf, zelfs nog groter denk ik dan de tweede generatie Golf. Het is gewoon een hele ruime auto geworden, een volwassen auto. En eerlijk gezegd, als je voornamelijk met één of twee personen op pad bent, heb je genoeg aan een Polo. En zeker in deze uitvoering, want dit is de versie met een 3-cilinder 1.0 TSI motor van 95 pk met een DSG 7-trapsautomaat. En dan ja, heb je ook eigenlijk genoeg ruimte. Ook achterin kun je zelfs met twee volwassen personen prima zitten. Ik zal het even demonstreren. Zoals je ziet kan ik prima achter mezelf zitten. Ik heb zelfs nog knieruimte over. Ja, verder is het een redelijk eenvoudig opzet. Kijk ook naar de bekleding. Is niet spannend, wel een leuk lijntje erin. Je hebt twee USB-poorten hierachter. Een middenarmsteun heb je niet. Ja, de hoofdsteunen moet je eigenlijk wel even zo zetten, want anders zitten ze een beetje in je nek te prikken. Maar eigenlijk niks mis mee. Het enige waarvan je kan zeggen dat het voor volwassenen wat lastig is, dat is die uitstap. En dat zie je. Kijk, hier. Je moet eigenlijk best wel met je benen flink wat manoeuvres uithalen. Een beetje lenig zijn, want anders dan stap je niet soepel uit. Goed, de achterzijde. Zoals je eigenlijk wel een beetje ziet. LED-verlichting. De achterlichtunits en de hele vorm. Eigenlijk is het ook weer, lijkt het heel sterk op de Volkswagen Golf. Net als bij de Golf heb je nu ook de typenaam in het midden. Onder het Volkswagen logo. Ook weer een tikkeltje groter geworden. En zoals gebruikelijk bij alle Volkswagens, hatchbacks, opium via dat logo. De kofferbak is behoorlijk ruim en vooral diep. Want je kunt hier echt letterlijk, denk ik, 6 kratten bier gestapeld op elkaar in 2-2-2 in kwijt. De bagagevloer kun je dus nog wat hoger stellen. En dan heb je hieronder best wel veel ruimte. Dit is eigenlijk de bak waar normaal het reservewiel in ligt. Maar Volkswagen levert hem dus met een pompje en een bandenreparatiesetje. Ja, daar zie ik best nog wel wat kwijt. Wat shore-ogen om je bagage vast te zetten. En uiteraard is de achterbank neerklapbaar. En zoals in dit geval in twee ongelijke delen. Ik zal je nog even de motor laten zien. Want heel veel opties zijn er niet. Je kunt dus een 1 liter 3-cilinder motor krijgen, maar dan wel in 3 vermogensvarianten. De minst krachtige is 85 pk. Dit is de 95 pk versie en de 105 pk versie is de krachtigste. Maar dan heb je hem ook in combinatie standaard met die DSG automaat. Ja, verder, hoe spannend kan ik het maken? Het is allemaal redelijk simpel. Eens een keer geen afdekplaat op een motor. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Dus dat je eigenlijk weer letterlijk het motorblok ziet. Misschien voor de liefhebbers ervan wel weer eens leuk. Het interieur is niet helemaal hetzelfde zoals bij de Golf. Bijvoorbeeld bij de Golf heb je dit display en het display voor je neus. Dus zeg maar de cockpit één geheel vormen. Hier heb je wel een digitaal instrumentarium. En dat is standaard. En dat is best wel bijzonder. Want de Polo wordt geleverd vanaf €19.990. En dan heb je dit dus al standaard erin zitten. En dat zie je dus bij de modellen in hetzelfde segment van andere merken echt beslist nog niet. Zo'n digitale cockpit is best leuk. Want je kunt de layout zelf bepalen. En er zijn, dit bijvoorbeeld. Hier heb je dus vooral rijgegevens.
Je blijft dus wel de snelheid rechts onderin zien. En de brandstof en temperatuur die worden links en rechts geprojecteerd. Dit is de andere optie. Weer een andere layout. En hier ga je eigenlijk weer terug naar het beginscherm. En dit is eigenlijk het meest traditionele met links een toerenteller en rechts een snelheidsmeter. In het midden kun je dus nog wat gegevens laten zien. Bijvoorbeeld dit is het scherm met rijgegevens. Je hebt een scherm mogelijkheid met de hulpsystemen weergeven. Deze versie heeft bijvoorbeeld Lane Assist, maar ook Adaptive Cruise Control. Dat wordt hier weergegeven. Je kunt kiezen voor gegevens van de navigatie. Audio, dus welke zender je gekozen hebt, kun je ook inderdaad vanaf het stuur dan weer wisselen. Mobiele telefoon toevoegen, van hieruit op het stuur je mobiele telefoon bedienen. En dit is de goede reis, dit is eigenlijk het startmenu. Wat je bij meer Volkswagens ziet van de nieuwste generatie is het volledige digitale display. Maar ook de bediening van, de climate control. Dat gaat eigenlijk met sliders. Hè? Dus dat is eigenlijk ook allemaal touch. Dat zijn touch knoppen. Dat zijn de sliders. Hier dien je de temperatuur mee. En dat is eigenlijk een daar moet je even aan wennen. Want het zijn functies die je normaal gewend bent met knoppen te bedienen. En eigenlijk doe je dat blindelings terwijl je naar de weg kijkt. Hier moet je dus toch echt even je ogen van de weg halen om het te bedienen. En bovendien, als je over een drempel rijdt, dan kan het maar zo zijn dat je in plaats van de temperatuurregeling een andere schakelaar of een andere touch schakelaar aanraakt. Wat je niet wil, want dan gaat hij bijvoorbeeld op de defrost. Hè, dus dan krijg je een enorme windvlaag in je gezicht omdat hij dus de voorruit wil ontwaarschuwen. En al die keren moet je eigenlijk je ogen even van de weg wenden. Dat is niet altijd fijn, maar je went eraan. Als je er wat langer in rijdt, dan ben je er eigenlijk wel weer in thuis. Ja, de afwerking van het dashboard is gewoon strak, typisch Volkswagen. Goede materialen, sterke materialen. Daar is eigenlijk niks op aan te merken. Het stuurwiel ligt erg prettig in de hand. Heeft een hele fijne, dikke rand. En dat maakt het sturen lekker. Hij is aan de onderkant wat afgevlakt. Dus een mooi sportief stuurtje. Is uiteraard niet standaard. Heb je alleen bij de wat duurdere versies. Zoals in deze versie. Dit is de style versie. Daar heb je dit stuur wel met leer afgewerkt. Maar ja, dan ben je dus wel wat geld kwijt. Dan zit je op 27.500 euro. Heb je wel een behoorlijk compleet uitgeruste Polo. Een auto die ook een hele volwassen uitrusting heeft. Maar het is wel veel geld voor toch nog een compacte auto. Een pluspunt, dat zijn toch wel die goede rij-eigenschappen. Hij ligt erg strak op de weg. Is redelijk comfortabel geveerd. Veel comfortabeler dan je zou verwachten van een compacte kleine auto. Alles bij elkaar opgeteld is dan die prijs van 27.500 euro wel weer te verdedigen. En als je deze prijs afzet tegen vergelijkbare modellen van andere merken met deze uitrusting, dan ontloopt het elkaar niet zo heel veel. Kleine compacte auto's als de Volkswagen Polo, dat zijn gewoon hele volwassen auto's geworden. Het is niet meer zoals vroeger. Maar daarentegen, een prijs van 19.990 euro vanaf is best heel scherp. En het is zelfs nog 2000 euro lager dan het voorgaande niet gefaceliften model. Goed, dat was hem weer. Wil je het hele verhaal nog eens teruglezen? Ga dan naar autorij.nl. En vergeet ook niet die abonneerknop in te drukken voor ons YouTube kanaal. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende video.